We zijn vandaag in de Prodensfabriek in Amersfoort voor de inspiratiedag van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation. We organiseren deze dag in samenwerking met de vier platforms binnen in het programma. Platform Jongeren en Werk, Platform Nieuwkomers en Werk, Platform 50-plussers en Werk en Platform Werk Inclusief Beperking. Wat ik hoop dat er gaat gebeuren is dat er vandaag, zowel door ons als door de mensen die komen, zoveel mogelijk kennis wordt gedeeld over wat we al weten dat er werkt om doelgroepen te bereiken naar duurzaam werk. Ja, wat mij vandaag het meest heeft geïnspireerd is dat er toch heel veel partijen samenwerken om dat gezamenlijke doel te bereiken van meer inclusie in de maatschappij en meer mensen een kans geven. Wij zijn als beroepentuin daar ook al heel lang mee bezig en het is gewoon altijd goed om te horen dat je daar eigenlijk een gemeenschap hebt die allemaal samenwerken om dat doel te bereiken. Welk inzicht ik vandaag heb opgedaan is eigenlijk dat er vanuit verschillende invalshoeken heel veel goede initiatieven zijn. En door dagen als vandaag blijf je in connectie met die ideeën en kun je daar samen op voortborduren. Nee, ik vond het echt een fantastische dag. Het logisch dat ik dat zeg, we hebben natuurlijk mede georganiseerd. Maar als je dan ziet al deze mensen die bij elkaar komen om over de inclusieve arbeidsmarkt te praten, echt fantastisch. Wat ik heel mooi vind om te zien dat al deze mensen dan elkaar ook leren kennen en dat er nieuwe verbindingen worden gelegd. Dat is echt heel mooi. En wat ik inhoudelijk heel mooi vind zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat wat meerdere mensen hebben horen zeggen, dat we eigenlijk veel meer de goede voorbeelden die er al zijn moeten gaan verspreiden. En het tweede, heb ik ook vaker terug horen komen, is dat als we het over de inclusieve arbeidsmarkt hebben, dat we echt moeten beginnen en uitgaan van de mens. Heel mooi vond ik het verhaal van Jen Doe. Jen Doe die vertelde uit haar eigen ervaring, haar eigen ontwikkeling over hoe het werkt in inclusief Nederland. En dat raakte me. Ik denk, ja, hier heb je weer iemand die vanuit haar eigen ervaringen kan vertellen hoe het werkt. En niet zozeer vanuit allerlei academische, theoretische, universitaire scholing, maar vanuit haar levenservaring. En dat spreekt me erg aan. Ik vond het mooiste van vandaag dat er verschillende groepen mensen bij elkaar zijn gekomen. Er is naar elkaar geluisterd en hopelijk hebben we elkaar gemotiveerd en geïnspireerd om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Wat ik mooi vond aan vandaag is dat er echt heel erg veel input werd geleverd vanuit de aanwezigen. En een zin die me is bijgebleven tijdens de sessie over oriëntatie en werving was dat iemand zei: de potentie is er en aan de competenties kan worden gewerkt.